Twee partijen ontkennen de crisis van klimaat. Maar juist hun moet je stemmen als je kiest voor het klimaat. Want groene, duurzame partijen kappen alle bomen. 5G gaat... Ja, dus dan de nieuwe linkse hobby, tegels wippen. Ik weet het, klinkt een beetje pervers. Maar zo noemen ze het. En ik vind bloemetjes heel mooi. En deze mensen hebben het ook prima gedaan. Het zijn mooie planten en hier is er ook ruimte voor. Alleen sommige straten staat het echt helemaal vol. En je zou maar slechte been zijn of gehandicapt met de kinderwagen lopen. En dan is het niet meer zo leuk. En de vraag is, moet dat niet gewoon in je tuin of als je zo'n opstapje hebt of wat dan ook, maar op straat. En in sommige straten, zoals ik al zei, kan je amper meer lopen. Want wat sommige mensen vergeten, en dit zou je eigenlijk niet hoeven te zeggen, het spreekt voor zich, maar planten groeien en die moet je ook snoeien. Het is een verantwoordelijkheid, zeg maar. En het is gewoon heel bijzonder dat de politiek dus bepaalt wat 2 jaar geleden als vandalisme zou worden gezien. Want ik denk, als ik 2 jaar geleden stoeptegels uit de stoep zou gaan trekken, dan zou ik binnen no time de politie voor mijn neus hebben staan met vraag naar uitleg. Dus het is gewoon heel bijzonder dat nu ineens vandalisme, omdat het nu door de politiek wordt gepusht, dat het nu ineens wel gewoon kan. Dus tegels wippen, een bijzonder fenomeen.